Het wordt een gebouw waar de gevelwand vanaf van de Kunststraat naar het Mondriaan College rond gaat doorlopen. Met een grote open mond zou je kunnen zeggen, met veel glas, waardoor je naar binnen wordt gezogen als consument. En bovenop die entree op palen komt de grote woontoren te staan. De ambities zijn groot. Na jaren van plannen maken en wisselingen van eigenaar gaat de megastores op de schop. Meijer Realty Partners kocht het winkelcentrum Achterhollandspoor voor 66 miljoen euro van ING en gaat nu oude plannen ook echt uitvoeren. Een compleet nieuwe ingang dus, maar dat is nog lang niet alles. Hier achter mij komt het dagelijks buurtwijkwinkelcentrum. En mensen die daar boodschappen doen, die willen natuurlijk heel makkelijk bij die winkels komen. En we gaan hier dus een parkeerterrein aanleggen en achter mij komt een nieuwe entree. Zodat je je auto voor de deur van de supermarkt kunt zetten en heel makkelijk en efficiënt boodschappen kunt doen. De megastores wordt opgedeeld in 3 delen. Naast dat buurtwinkelcentrum komt er ook een deel met ontspanning. En de bedoeling is dat hier restaurants komen, entertainment zoals bijvoorbeeld een bowling of feestzalen, trampolinepark, dat soort zaken. Dingen voor de buurt en de omgeving. Verderop, waar nu al veel meubelwinkels en keukenzaken zitten, verandert er niet veel. We willen wel een diverser aanbod van woningen richting winkels hebben. Waar moet ik dan aan denken? Aan winkels die zich beter en meer richten op de omgeving, op de mensen die hier in de directe omgeving wonen. Zaken dus met meubelen die passen bij de smaak van de vele culturen van de bewoners in de buurt. Maar hier is ook plek voor experimenten. Jonge, nieuwe ondernemers met grootse plannen. En die zijn net als de manager enthousiast. Er komen steeds meer bezoekers bij. Er komen steeds meer woningen bij. Onlangs zijn er weer studentenflatten bijgekomen. En dat zorgt gewoon voor meer bezoek hier. We verwachten zeker hele hoge omzetten en ja, een topzaak in de toekomst.